3, 2, 1! Nee, ik ga die weer dit doen. Nee! Uh, dat deed je? Uh, 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 uh. De, dee je vorige week dan? Ofzo? Ja, daarom een, twee twee achter elkaar. Weet je. Ah, dat is leuk. Je hebt het nu een soort. Jeee, nou. GMA. <laughs> Heb je GameStop gekocht? Dan? Nee, 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 nee. Ik wil net zeggen. Ik denk dat niemand meer. Je nee, maar maar nog? Ja, althans, er zullen genoeg mensen zijn die dat, uh, die dat doen. Hold on for infinity. Nee, never. gaat niet gebeuren. Natuurlijk niet. Gaat, het gaat niet gebeuren. Nee, 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 maar Koos. Ja. Alsjeblieft, je moet het over games hebben, man. Wat heb jij dit weekend gedaan? Alleen over games. Wat heb jij dit weekend gedaan? Geen Ajax, geen weet ik veel of er een race was of iets. Ja, laat je oren nu hangen. Huh? Laat je oren nu hangen. Nou, oh. wat een aantal schreeuwers in de comments zeggen. Oh, ik ook al. Nee, natuurlijk <laughs> niet. Ja, wat, wat heb jij dit weekend gedaan, jongen? De medium gespeeld, uiteraard. Net zoals jij, want uh, we doen de review vandaag. Die uh, Re gaan we review. straks opnemen. De yes. eerste echte grote Xbox exclusive die natuurlijk uh, dit jaar is uitgekomen. Mm -hmm. um, ja, wat heb ik nog meer gegamed? The Last of Us. The Last of Us is echt uh, een belachelijk vet uh, game. De, ik, ik zit er nu zes uurtjes in, denk ik. Ja. En uh, The Last of Us 2, de eerste zes uur, hebben we weggeblazen. Zijn er echt ook nog eens heel veel beter dan deel 1. Ik ben benieuwd welke kant het op gaat. Oh, ik het oh, op dus ik moet, hem, ik moet hem echt nog een keertje inhalen. Ik als allerslechtste backlog wegwerker van de wereld. Ja, moet je, je moet, moet echt aan. dat lijstje gewoon religieus afgaan. Want anders kom je echt uh, bepaalde ervaringen. Ja. Die, ja, die, die ga je gewoon aan voorbij. Ik denk dat, dat de, de eerstvolgende ervaring die ik uh, deels opnieuw doe. Omdat ik er een beginnetje aan heb gemaakt. Maar toch het einde van Red Dead. Maar, Groot, dan, maar dan dat ik hem helemaal even doorspeel, per se. Want ja, dat doe is het gewoon, even. Ja, even. Jezus. Ik ga het even doen. Dat is de eerste volgende game. Volgens mij uh, heb ik er 50 uur over gedaan. Dat doe nog, jij uh, in een weekje. Dan, dan heb ik dus nog 120 uur te gaan, wil je zeggen. Ja, de, dat sowieso. Ja. Ik was even de Daan van dubbelaar vergeten. Ja. Maar dat doe je er anderhalve week over. Ja, 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 ja zeker. Nou, ik heb um, eigenlijk alleen de medium gespeeld, volgens mij even kijken heb ik oh ik, heb weer, ik, ik probeer weer langzaam in Star Citizen te komen ja maar zo omdat, langzaam We uh, zo om... niet gewoon volhangen omdat de het uh, soms heel frustrerend kan zijn als je als je je schip wil oproepen en dat werkt niet en ik vervolgens niks kan doen daar dan moet je letterlijk met iemand mee taxiën naar een andere station om uh, kan ja, niet ja, ja, ja. Ik zweer het. je niet gewoon zeg met iemand anders meevliegen... zodat je ergens anders dat schip kan oproepen en dan komt hij wel dat is een soort van bug en dan is hun oplossing It's your ride met een andere speler. Jesus. Is eigenlijk heel raar. Best wel grappig, eigenlijk. Ja, en, uh, en sowieso, het, ik, wat ik, ik zei het vorige keer ook met Flight Sim: het, het, yep. dit verleer je zo makkelijk. Ja, ja maar dat heb ik dus je juist zou... niet bij. bij, bij, bij nou, flight echt, het, maar je, ik, ik heb 50 knopjes of zo. Ja. Yeah. En het oké, okay, je, je hebt een landingsstel, je hebt je flight ready, je hebt je engines off, engines on, die je hebt, uh, even noem maar op, alles. En dat is. Toch even net te veel als, als helemaal ze er niet bij hebt gezet van oké, okay, ik heb deze knop hierop ingesteld. En het staat ook niet heel duidelijk aangegeven in je key bindings. Want dan is het Joy 1. Uh, I-Axis 2.2. Oh, ja, nice. Ja, dat is heel makkelijk. Dat kan heel makkelijk kan ik vertellen. Dus dat kost een beetje moeite om erin te komen. Maar ik ga deze week langzaam. Ik ease weer de, de, de verse in. Ik ease the verse in, de persistent universe. Heel nice. Heel nice Dus uh, ja, als iemand mee wil spelen, hit me up, weet je. Um, ja, dat was het wel zo'n beetje. Een beetje Ajax. Ja. Top weekend voor Ajax. is mijn vraag. Niet, ja. niet qua eigen spel, maar qua uitslagen en nee, dergelijke. Nee, qua spel is het echt nog steeds niet om aan te zien. Nee. We, we beginnen een beetje die Frank Boer kant op te gaan. Ja. En uh, dat doet me heel erg pijn. Maar ja, je kan niet boos zijn op Den Haag, denk ik. Ja. Nee. Hij haalt resultaat. Dat is het belangrijkste, I guess. En um, ja, ondanks dat we echt gedomineerd hebben tegen AZ. Althans, we, hadden, we, we hebben ze echt heel goed bespeeld. Het was echt een waardeloze wedstrijd om na te kijken weer. Ik mis gewoon, om een of reden, Ja, nee, juist dat Gewoon Dat alles loopt. Je zag het wel bij de derde goal. Ja, maar het zijn elke keer maar een paar vlagen, weet je wel. In plaats van dat we dat van begin tot eind hadden. Dat zijn we gewoon een beetje kwijtgeraakt, vind ik jammer. Maar fijn, whatever. Fuck voetbal, man. Zijn jullie alleen maar voor de games? Ja. Pro Evolution Soccer. <laughs> Pro Evolution Soccer. FIFA. FUT. De aandelen van EA. Ja. Nee, nee, nee. Uh, nou ja, oh, die dat, short squeeze. Uh, oh, sowieso. Hey, jongens, niet meedoen aan de short squeeze voor silver. Hè. Dat is allemaal een hoax. Is allemaal opgezet door de gasten die, uh, die het spelletje leiden. De papeteers. Um, ja, dat was het eigenlijk voor het weekend, denk ik. Ik zat te denken, heb ik nog iets anders? Oh ja, ik ben weer begonnen aan, uh, aan, de, aan de MCU opnieuw, helemaal kijken. Helemaal nieuw? Ja. Gewoon alle hoofdfilms. Ik heb nu uh, uh, Captain America, Captain Marvel en Iron Man 1 gehad. Heb je WandaVision gekeken? Ik heb zeker. Heb Wonder je de Vision. laatste aflevering van WandaVision gekeken? Ik heb gekeken. zeker de laatste aflevering Nee. Nu, God. Begint, nu begint het alles pas los te komen. De, 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 de laatste aflevering was. Kijk, de eerste. Eerste paar snap ik dat hij niet voor iedereen was. Ik vond het heel erg gewaagd. En het was right up my alley. Omdat je al in die afleveringen, waarin alles perfect leek... toch al aardig wat hints ja, zag maar, uh, dat er iets uh, goed mis is. En, dat, ik, en de, dat kwam nu een beetje tot, tot uiting in deze aflevering. Ja. Het, het, lijkt, het lijkt echt heel vet geschreven te zijn. Ja, 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 ja zeker. Ja, ik... Fucking gruwelijk. En ook de, nu hoe alles zo op zijn plek valt met waar het zich afspeelt in de MCU. Ja, ja en onze smash rocket moet ik ook heel even gewoon even een box geven. Hij dropt de hele tijd van die theorieën en die plaatjes en noem het allemaal maar op. Ja. Drop die in, in ons Marvel-kanaal. En dan, dan leer wil je, wil je net nog wat meer waarderen dan dat je het al in eerste instantie. Ja, ik zag, ik zag één, ik weet niet of smash die had geplaatst, maar ik zag in ieder geval één ding op Twitter van. Uh, die ene agent die met zijn kaarttrucje... Uh, die, die zegt zo: okay, FBI agent. heet uh, hij Lee of zo. Ja, ja, ja. Uh, maar hij tooft zijn kaartje zo tevoorschijn. Maar dat is dus iets wat hij van Ant-Man geleerd heeft. In een hmm, andere film. Kijk, dat bedoel ik. Dat soort ja, geinige, geinige. kleine nuggets. Fucking gruwelijk. Ja, ik vond het echt erg. Uh, Heb je Rico nice. gezien? Nee. rico Vroeven? Nee, interesseer me allemaal niet. Uh, nee, dat is uh, geen gaming, dus dat gaan we toch nee, niet Nee, godverdamme. <laughs> dat is wat voor de coole jongens. Wat ook geen gaming is, maar waar we het wel over gaan hebben. Is, um, oh, ik, trouwens, de... ik heb nog wel twee andere dingen gedaan oh uh, dit weekend. Ik, heb, uh, ik ben verder gaan een boek lezen van uh, Admiral Thrawn van Star Wars. Kijk, Schreven door Timothy's aan. Fucking, fucking vet. Waarom, waarom zeg je dat? Het is geen gaming? Nee, maar het is goede nerd shit. Echt dat boek gelezen. was 3 euro op, uh, op Apple Books, ofzo, so, of waar de fuck ik het ook heb gekocht. 3 euro. Ga die shit kopen. Die shit is zo so fucking vet. Admiral Throne van, uh, van Timothy Zahn. En ik ben verder gaan uh, in de Maas Morales comic van uh, Saladin Ahmed uit 2018. En die is. Whoo, is dit, is dit voor de eerste nerd culture? zou heel goed kunnen. Ja, ja. ja, ja. zou heel nice. goed kunnen. Nice. Ben jij niet ook aan de slag gegaan met die, uh, met die uh, Oculus Quest 2? Ja, ja. Ook dit weekend? Ja, ook dit weekend. Jezus, wat heb jij ja, ja, heel ja, ja, gaming ja. gedaan dit weekend? Ja, nee, ik, heb, ik heb dit weekend vooral met die Oculus Quest 2 uh, heel erg veel Oculus Link zitten checken. En dat is zeg maar dat uh, protocol waarmee je hem aan je PC kan aansluiten mm -hmm. en hem ook echt als PC-VR-headset kan gebruiken. Oké. Okay. Ik weet toch uh, iets anders dan ik dacht. Ik, dus wil, ik, wil, een, uh, ik wil een nieuwe SuperHot. Die game is echt, Ik vind, vind het nog steeds het vetste voor, uh, voor VR. Ja, en uh, echt het beste voor Quest ook. De ja. vrijheid die je hebt om te bewegen in die wereld, dat is dat, dus een awesome. cheat. Yes. Zullen we beginnen met een um, hele fijne huishoudelijke mededeling? Uh, ja, doe we, maar. Weet jij nog die ene, die ene prijsvraag die wij hebben lopen? Die prijsvraag, we hebben een prijsvraag, ja. Waar gaat het ook alweer over? Wat is dat ook alweer? Gaat, weet heeft het heel toevallig he? ja, oh. iets te maken met een LG Ultra Wide Monitor die je kan winnen? Zeker weten. Uh, je kan een, uh, een LG Ultra Wide Monitor bij ons winnen. Echt een hele dikke. Uh, 34 inch, 3440 bij 1440, 160 Hz, HDR600, nano IPS paneel. Kan je gewoon winnen. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is ons eigenlijk vertellen waarom jij die upgrade nodig hebt in je setup. Ja. En uh, dat hoeft niet een waargebeurd verhaal te zijn. We willen gewoon een vet verhaal van je horen. Ja. Het liefst met beeld erbij. Dus als jij een videootje hebt opgenomen, een vlog of, of een foto van je setup. Gewoon waar jij je comfortabel mee voelt. Iets waarmee jij denkt een vet verhaal te kunnen maken. Doe dat. Wij gaan dan de tien beste inzendingen. Die gaan we bespreken in een item. En dan gaan zij ja. gaan bepalen wie, uh, wie die en, ultrawide monitor gaat krijgen. Ik uh, kan, kan je alvast vertellen, die. Pak een beet 50 mensen die een verhaal gaan insturen over dat ze een houten monitor gaan maken voor skate. Ga je niet meer winnen. Ga je niet meer winnen. Nee, denk het niet. Nee, nee. Je kan het proberen natuurlijk hè. En, uh, en bij je, deze is dat dus ook al niet meer origineel. Je, je kan je kan, ook, je, ja, een van de dingen die ook niet origineel is. Uh, een heel jank verhaal waarom je hamster is overleden en je nu een nieuwe ultrawide monitor nodig hebt. Kan je proberen. Mensen proberen vaak te guilt trippen. Mm -hmm. Ik denk dat het niet gaat werken, maar... Uh, ja. Ik, uh, ik kan niet instaan natuurlijk ja. voor de keuzes van andere redactieleden. Ja, Die zijn er misschien gevoelig voor. Als jij bijvoorbeeld zegt, weet je, ik lig thuis um, met corona aan de beademing. En ik wil de, 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 het scherm gaan gebruiken als heart rate monitor. Dan kan dat. Het zou, het zou kunnen. Ja. Maar ja, ik weet niet of ik er gevoelig voor ben. Want dat, dat, dat is het natuurlijk. ding. We krijgen altijd de, de meest erge verhalen over huisdieren en kavia's. En noem het allemaal maar op te mm -hmm. horen wanneer we een prijsvraag hebben van dit soort mm -hmm. dingen. Ja. Dus ja. Ik ben ik ben benieuwd wat er uitkomt rollen of er hele mooie fantastische fantasievolle ver, verhalen uitkomen of dat het gewoon wel iemand is die een keertje de waarheid spreekt. En doe je best hè. Ik bedoel, de meeste mensen zijn echt lui als fuck. Als je maar een klein beetje moeite stopt in deze prijsvraag, is de kans al heel erg groot dat ja. je dit fucking ding gaat winnen. Die kans neemt exponentieel toe. En, en um, niet geheel het is bij onbelangrijk. bijna duizend pieken? Niet geheel onbelangrijk. Waar uh, kunnen mensen dit invullen, invoeren, doorsturen, opsturen? Uh, het makkelijkste is redactie at GameKings.tv, dus doe gewoon dat. Wat zei je nou precies? Wat, wat is nou de makkelijkste manier? Redactie at GameKings.tv, mailen. Je ziet het niet hieronder in beeld, maar het nee. is dus redactie at GameKings.tv. Gamekings yes. Redactie, lieve mensen, tenzij je uit de jaren tachtig komt, is met een C. En, en? Jij had een hele mooie sla, uh, slag geschreven. Krijg geen spijt, win wijd. <laughs> Hallo, ik moest die erin laten. Hij yes. vond die zo tof. Ja, oké. Krijg geen spijt. Win wijd. Yes, win geheid. Als je dus met een goed verhaal komt. Ja, dat was hem. Ja. Leuk dat jullie hebben gekeken. Ik wou even zeggen, gaan we hem afsluiten? <laughs> nee, we beginnen met brieven. Want even kijken. 1, 2, 3, 4. Ik zie er veel. Ik heb vier papiertjes vol. Het zijn ook niet de langste vragen, dus het zijn veel vragen volgens mij. En dan beginnen wij. Met de vraag Kilroy, Van. Kilroy 11:45. Begin jij? Ja begin ik? Zeg maar. Zullen we Rock, Paper, Sissy doen? Eén keer winnen. Ja. Uh, uh, uh. <laughs> <laughs> jij ja, begin. Klootzak. Oké, okay, ik, ik had het eigenlijk kunnen weten. Kill Roy! Sup game Kings! Allereerst net als velen, dank voor deze content. In deze klote coronatijd kijk ik altijd uit naar nieuwe content. En uh, omdat ik me zo verveel, zou ik graag een ultrawide monitor willen winnen. Nee, geintje. Nou ben ik niet een groot fan van horror games. Ik ben wat dat betreft echt ja. bang scheider. Maar games zoals, Lil, uh, zoals Inside the Little Nightmares vind ik echt fantastisch. Ik kan daarom ook niet wachten op Little Nightmares 2. Een platform horror game blijkt dus wel mijn ding te zijn. De spanning, de puzzels en de mysterie eromheen is echt top. Nou is mijn vraag of vragen, heel simpel: Wat vinden jullie van platform horror games en dan met name Little Nightmares? En welke platform horror games zijn nog echte aanraders voor bangenschrijters? als ik rustig aan en later goed, Kilroy? Um, nou, Kilroy, ik wil je vertellen, ik vind het uh, vaak ook interessante games. Niet, niet dat er veel zijn, eigenlijk. Uh, de enige die ik hier niet zie noemen is Limbo. Uh, dat is volgens mij ook een beetje het, de voorganger van Inside, dacht ik. Of in ieder geval van dezelfde maker. Uh, ik ben ook een bange dat kan ik je vertellen. Maar eigenlijk, eigenlijk is de medium ook een beetje zo'n game. 100%. Het is een puzzel platformachtige horror game. Ik wilde die uh, gaan noemen. En als jij een PC of een Xbox hebt. Op een van die twee platformen is die. Neem een fucking maandje Game Pass. Ga die shit spelen. Ja. Je bent er met tien uur bij er mee klaar. Ja. Maar vet ervaring. Ja, en als je dan uh, en ik zie het ook al genoemd worden, Until Dawn, <tosses> is het meteen een verlengstuk van dat soort dingen, dat soort games, waarbij je een keuze maakt of een kant op gaat of een puzzeltje oplost. Until Dawn is natuurlijk wel net iets meer een soort van interactieve film. Uh, bijvoorbeeld ook uh, als je het dan weer over Until Dawn hebt, dan heb, kun je zeggen die uh, The Dark Pictures Anthology. Mm -hmm. Het zijn al die losse games waar je nu The Man of Medan en uh, Little Hope van hebt. Het zijn niet echt mijn type games, omdat ik ook wel een ben. Maar als ik ze eenmaal speel, dan kan ik ze vaak ook wel weer waarderen. Dat, uh, dat genre begint redelijk volwassen te worden in, ja. uh, in gaming. En het is gewoon heel erg tof om te zien. En The Medium is weer het zoveelste voorbeeld daarvan. Het, uh, en het brengt ook gewoon een leuke nieuwe gameplay twist met zich mee. Uh, biedt best wel veel. Kijk, ik wil niet te veel op de, de review vooruit lopen, natuurlijk, mm -hmm. omdat we die straks gaan opnemen. Maar weet je, biedt best wel een toffe omgeving. Ja. Best wel interessante karakters, uh, puzzels. Ja, nee, we uh, gaan die checken. Ja, Soma en Amnesia ook, inderdaad. <clears throat> ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk niet precies zoals uh, Insider Little Nightmares, maar als je het iets verder trekt, dan passen die ook wel in het rijtje. En uh, ja, ik denk dat dat toch wel. Uh, toch wel cool is. Vooral als je en... kijkt naar de span spanning, puzzels en mysterie eromheen. Dus. En iedereen kan het spelen. Je hoeft niet goed te zijn in videogames nee. om te kunnen genieten van dit soort games. Het zijn ook elke... echt games die je samen kan doen. Ja, maar echt elke non-gamer zou ook dit gewoon op kunnen pakken ja. en meteen mee uit de voeten kunnen gaan. Ja, ja. Dus uh, ja, nee, ik vind het heel tof. Er, er kan een wereld voor je open gaan, uh, Kilroy. Yes. Next is. Kijk, dan moet ik even. Van Kevin. Kevin uit Arnhem koos. Okay. Beste... Oh, dit is heel specifiek. Beste Jelle koos en Daan. Allereerst, thanks voor de steady stream uh, van uh, top content. Ga zo door. Waarom trouwens niet J.J. en Boris en zo? Ja. Uh, yeah. Mijn vraag. Ik overweeg een gaming PC aan te schaffen. Ben de PlayStation 5 Hunt een beetje zat. Maar ben een leek in de PC-wereld. Ik zit te kijken naar een beeld met de Nvidia GeForce uh, GTX 60, uh, 1660 Super... Met een i3-10100F uh, CPU. Deze is veel betaalbaarder dan de i5 met de RTX 3060. Dat klopt. Uh, en waarschijnlijk ook veel meer uh, verkrijgbaar. Ik vraag me alleen af. Kan ik hier nog een tijdje mee vooruit? Of is de GTX en de i3 na een paar jaar alweer achterhaald met de upcoming games? Of kijk ik te beperkt? Ik speel nu vooral Warzone op de PlayStation 4 Pro. A.k.a. mijn stofzuiger. En ik zou graag de nieuwe Battlefields en COD willen blijven spelen. Groeten uit Arnhem. Kevin. 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 Die i3, daar ga je niet mee redden, man. Nee. De, de, de i3 is niet voor gaming. Daar moet, daar moet je absoluut niet aan beginnen. Daar moet je, dat is echt i5, dat, dat is gewoon bare minimum wat je ja. wil hebben als je wil gaan gamen. Kun je dan niet beter ook meteen kijken naar de, 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 de Ryzen 5? Ja, absoluut. Ja. Ik, uh, daarom, we, we spreken hier in, in deze vraag alleen maar over intel processoren. Ik denk dat dat in jouw geval niet een goede bet is. Ik zou juist voor de Ryzen 5 gaan. Ja. En dan, dan krijg je veel meer bang voor je bak. En kan je daar gewoon een langere tijd mee, voor, uh, langere tijd mee vooruit. Ja. Misschien heeft het iets met, met de moederbord of iets dergelijks te maken... wat hij al heeft. Maar ik zou echt uh, verder kijken en uh, naar Ryzen ook gaan. Wat betreft videokaart. Ja. 1660 Ti is dat volgens mij toch ook? Ja, je, ja daar kan je wel een tijdje mee vooruit. Maar ja, ik, ik zou echt ook weer zeggen bare minimum RTX 3060, man. Uh, ja, maar dan heb je dus twee problemen. Yep. Uh, ga die maar zitten <laughs> krijgen. Ja, nee... Het is een groot probleem, maar... ja, Kijk, de vraag is... Daarnaast... Hij, vra hij vraagt, kan je daar jaren mee vooruit? Dan zou ik niet zeggen, ga een GTX 1660 halen. Nee. Dus dan is de andere afweging de 3060. Maar dan moet je gewoon op wachten. Ja. Of, of je koopt gewoon tweedehands uh, een kaart op de... Uh, ja. uh, op, op, op tweakers of zo, weet je wel? Dat ja. zijn over het algemeen wel verkopers die je kan met, vertrouwen. Met een beetje mazzel. Um, kijk, het, het was natuurlijk toen die, toen die 30-serie lanceerde. Toen uh, gooide bijna iedereen zijn 20-serie-kaart. Dus wat gratis ja. weggeven, zo'n beetje. Ja. Ik ga er niet meer vanuit dat dat nu nog steeds gebeurt. Nee, ik hoor dat je die... nog best wel wat degelijke bedragen hebt. Nou, maar ik, ik, heb, ik heb dus even opgezocht voor nieuwe kaarten. Ja. Sowieso, uh, de 30-serie is nu... Onbetaalbaar, ja, ja, nou de 3080 als je die nu nog wil bestellen, ben je de euro voor kwijt. Ja. 3090 moet, moet je ook niet meer doen nu. Nee, ik nee, bedoel, nee, we zijn we zijn drie maanden verder nu. Ja, en, en over een half jaar heb je de 3080 super, en dan moet je mazzel hebben dat je bij de eerste paar mensen die hem kan kopen. Ja, 3090, die was sowieso al duur die is niet heel veel gestegen omdat daar de vraag gewoon wat lager van was, maar dat is ook niet zijn optie. 3070 met een adviesprijs van 500 euro, die gaan gewoon voor fucking 880 euro gemiddeld. Be fucking Het is b-fucking-zart. Maar er zijn geen alternatieven. Dus, nou ja, dus maar, die, maar, die prijsontwikkeling is heel logisch. Het is ook niet dat je even makkelijk... Nou, nah, dat is goed, dan haal ik wel een PlayStation 5. Nee, kan ook niet, ja, weet je maar wel. Maar dat is dus een beetje dat tweede probleem... wat ik wilde omschrijven met een, een eventuele 3060 al. Als die er al is... Dan ga je daar dus, want hoe, hoeveel zal daar de adviesprijs van zijn? 400, 350 zoiets? Ja, zoiets denk ik, ja. De, de, de API, 350 he, is volgens mij verko verkoopadvies. Ja, nou ga er maar vanuit dat je daar dan ook bijna 700 euro voor kwijt bent. Het <tus> it is gewoon niet te doen. Het ja. is gewoon echt niet te doen. Daarom. Het is, het, het is zo lastig om een nieuwe kaart te kopen. Want die 20-serie is alweer uit productie gehaald. Die kun je nergens meer krijgen. Ja. Ja, en de, de, gewoon een, 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 ik denk een 2070. Die jij hebt, die, die gaat ook gewoon. Uh, die je had, die gaat ook gewoon voor 4.500. 500 Tweede ja. Ja. hand. Terwijl op het moment dat, dat, je, dat die 30-serie kwam. Heb ik, heb ik ze meer dan vaak zien staan voor 300 tot 350. terecht, want dat die 3070 had, had, voor daar had iedereen zo'n killer slag kunnen maken. Ja, maar die 3070 met 550 verk op advies volgens ja. mij. 25. Ja, die blaast al de de 2080 super weg. Ja. Weet je wel? En nu is een 2070 tweedehands even duur. Ja. Ja, ja dat, ik, ik denk dat je qua deal het aller, allerbest uit zou zijn. Dat geldt helaas al niet meer voor Kevin. Maar als je een um, NV, van, van Nvidia de eigen kaart kon kopen bij launch, eh, ja. en, dan had je de 3070 inderdaad voor 25 gehad. Want die gaat gewoon voor de adviesprijs in plaats van dat een, een webshop er even een smerige 300 euro bovenop gooit. Iets wat ik niet per se zou willen aanraden. Maar, nee, maar qua, nee, qua nee, ben nee, ik nog iets heet? anders. Oh. Uh, uh, iets anders. Uh, waar, ja, ik ben daar nooit helemaal down mee, maar dat moet je zelf weten. Uh, vaak hele systemen. De, ja. da daar zijn ze nog wel uh, ja. bij leverbaar. Dus als jij een compleet systeem koopt bij een, bij een winkel, dan kan je vaak wel uh, gelijk dag één iets krijgen of binnen een paar dagen. Maar dan betaal je alweer een premium op dat dan die gebouwd wordt. En zou ik er ook van gaan dat die, als je een, een iets hoger dan wat, wat jij hier omschrijft, dus meer richting de Ryzen 5 in combinatie met een, een 2060 Super eventueel of zo, dan ben je toch wel gauw uh, 12, 1300 euro kwijt. Denk ik. Zeker. Ja, nee. De, 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 sorry, Kevin. We, we zijn uh, grote voorstanders van PC-gaming. We zijn echt verliefd geworden op PC-gaming. Mm -hmm. We zullen nooit meer iets anders willen dan PC-gaming. Maar dit is wel echt de meest verrotte tijd om, uh, om nu een beeld te gaan ja. beginnen. Terwijl. Juist de aangekondigde producten die nu verkrijgbaar zijn, die zijn zo fucking dope. Zeker. Dus het is enerzijds echt de, de beste, uh, de, het beste moment om een gaming PC te bouwen. En het is anderzijds echt het slechtste moment om een ja. gaming PC te bouwen. Ja, ja en wat, wat Casey Trippel zegt, weet je, of kopen 2070 Super of zo. Als je nu een betere videokaart wil en dan 3070, 3080 als die normaal is. Maar dat is dus het probleem. De 2070. Ja, die is zo even duur als een 3070. De 2070 Super ga je nu ook al bijna niet meer kunnen krijgen. Ja. Nee, dat is echt uh, dus, uh, Ja, lastig. misschien is het inderdaad toch nog de best bet om gewoon te wachten op je Playstation 5. Want dan heb je voor, voor ja, 500 euro een vergelijkbaar apparaat. als je een game in PC hebt, wil je geen Playstation Ja, nee, zeker. Dan. dus uh, dat, is, dat is sowieso uh, lastig. Maar, maar GTX uh, 1660 in combinatie met de i3. Nee, i3, no, no fucking way. Ik denk letterlijk waarom die i3 even opgeschreven, omdat hij wat zat de browsen en dat hij zag, i3 is nog wel leverbaar. Ja, en betaalbaar. Dat trouwens, sowieso, Intel is volgens mij sowieso wel goed leverbaar. Ja, ja. Maar, maar als als ik koop geen Intel. Volgens toch? mij, die i7's, die zijn, die, tenminste, die van de nieuwe generatie, zijn er rond de 360, 360 euro. Nou, dan zal die i5 al rond de 270 zijn of zo. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat dat al meteen een, een, een drempel voor hem is. Maar... Ja. De tweedehandsmarkt zou ik misschien een keertje kijken, man. Ja, mm -hmm. ik ben geen voorstander van tweedehands, maar ja. er zitten nu wel echt verder deals die je kan oppikken, uh, op hoor. Ja. ja, nee, qua processor, en die is waarschijnlijk ook gewoon goed verkrijgbaar, kijk gewoon naar de Ryzen 5 3600. Ja. Dat, uh, dat zou ik zeker doen. Um, volgende brief. Koningen en kijkers. Ben ik de enige die met regelmaat de developers Team Ninja en Ninja Theory door elkaar haalt? Keep it real, Joey de Koning. Ja, ik namelijk ook. ook. <laughs> uh, Ninja Theory is, um, is heel toch? Ja, en, en team, team Ninja, Ninja is. Uh, is uh, Neo. Ja, Nio. Ja, Nio is niet eens mijn uh, ding, maar hoe uh, heet het? Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Ja, dat moet ja. me altijd aan denken. En ze hebben ook Dead or Alive gemaakt, toch? Ja, ja. <laughs> ja, daarom. Het is echt uh, lastig. Nou, Joey, hopelijk heeft dit jouw vraag beantwoord. Gaan we door naar de volgende? Ja. 5600 X is die verkrijgbaar dan? Betwijfel het. Joey, dankjewel. Uh, zo, dit is een lange. Ja. Godverdomme, precies bij mij. Van Dinosaur. Is het van Dinosaur? Ja, het is van Dinosaur. Hoi Game Kings. Ja, ja, na weken wachten of nee, maanden wachten heb ik nu een PlayStation 5 in bezit. Yay. Applaus, applaus. Een dikke shout-out naar mijn vriendin en broer die me compleet verrasten op een mooie zondag. Kijk, okay, dat, wow. dat zijn de wow. vetste dingen man. Ja, ja, ja dat zijn echt, echt de beste dingen. Dat hij er ineens staat, zo van hier. Maar, dan vraag ik me af, had hij het besteld of had zijn vriendin Waarschijnlijk zijn vriendin, vriendin of zo, broer. maar ga nooit meer bij de weg. Als een ja. vrouw dit voor je doet, dit is een keeper. She's a keeper. Ja, yeah, she's a keeper. Um, Afijn. Ah, ik alles opstarten en wegkwijlen bij alleen al de interface tussen haakjes. Mijn nieuwe 65 inch 4K televisie komt eindelijk tot zijn recht. Ik heb Maas Morales, de PlayStation 5 editie, hierbij gekregen. En begin met installeren. Ik heb het gevoel dat dit, dit, dit gaat een, richting een dramatisch kantje. Ja, denk Goeie je? Af, ik, ik ga zo niet van, verder Oké, okay, weet dat. je, ik ben verrast. Nee, ik, ik ook nog niet. Ik ben verrast, weet je. Afijn, ah, ik zet het neer. Nu, nu gaat ik denk het niet. Want deze Alinea al al gaat het komen. Ik, de ik denk het niet, want anders, anders schrijf je niet een in, <coughs> denk ik gaat zien. Nou, volgens mij valt het trouwens wel mij ik nu. Uh, FIFA 21 en Star Wars genen vallen in orde, beide de PlayStation 4 editie staan nog in de wachtrij. Wat schetst mijn verbazing? Ik lees ondertussen overal dat ik mijn FIFA 21 PS4 editie gratis kan upgraden naar de PlayStation 5 editie. Hoe dan? Heel makkelijk. Vraagteken Maar heel makkelijk, maar echt super niet intuïtief. Makkelijk maar in de... Nou, niet eens. Je gaat letterlijk naar die game waar uh, gewoon het home menu... en als je normaal een game opstart, is gewoon kruisje, toch? En dan, dan ploep, start die game meteen op. Je mm -hmm. drukt nu op start of options. En dan uh, krijg je gelijk naast dat icoontje van de game... krijg je een, een soort van submenu. Ja. Dan ga je helemaal naar beneden. Daar staat game version. Ja, en dan ja. staat die standaard op PlayStation 4. Maar moet je PlayStation 5 kiezen. Ja. En dan kan je, als je wil nog De PlayStation 4 versie verwijderen van je, je PlayStation, want hij installeert ze allebei ja. zonder dat je erom vraagt. Nu er komt de vraag: uh, moet ik voor een LGCX? Nee, 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 um, nee, wat nu komt, dat is inderdaad wel een beetje de twist. FIFA 21 is nu voor de PlayStation 4 in de aanbieding voor 25 euro. Alsof de regering deze deal met EA sluit om alle kiddos... en uh, en games binnen te houden, nou ja, het is een half jaar verder. Dus uh, dat is meestal zo. FIFA 21 voor de PlayStation 5 is nieuw rond de 70 euro. Koopt iemand dit wel? Mis ik iets en heb ik toch niet, uh, toch net niet de PlayStation 5 versie? Iedereen die een PS5 heeft en FIFA wil spelen koopt er gewoon een veel goedkoper PlayStation 4-editie. Maar volgens mij, daar, nee. volgens mij is het daar de fout. Nee, maar de, niet iedereen doet dat. De meeste mensen kijken niet verder dan een lang is. Dus wij met z'n allen uh, waarschijnlijk wel. Misschien toch ook nog een paar mensen in de chat die, uh, die niet verder kijkt. Maar de meeste mensen oh PlayStation 5, ik neem die. Nu mijn vraag aan jou en misschien dat je dit even op moet zoeken of kan zoeken. Ja. Was het niet zo dat je dat de window om PlayStation 4 bij de Madden PlayStation was. 5 ik ga, Klein ik ga was. Het nu kijken. Maar ik dacht dat het alleen bij Madden was. Want het zou natuurlijk ook kunnen dat. Tenminste, dat was het, het oude verhaal. Dat je gewoon maar een bepaalde tijd had om de game te upgraden. Um, zo niet, dan uh, kijken mensen inderdaad niet echt veel verder dan hun neuslag. Had to upgrade je. voor uh, free. Krijg je een jaar? Oké. Okay. Volgens mij is het gewoon. Uh, dingen man. Ja. ja. Nou dan. Uh, kan ik iedereen aanraden om uh, FIFA voor de PlayStation 4 te kopen? Ja. 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 Er staat geen. Ik zie. Hier... Even kijken. Helemaal naar beneden voor de kleine lettertjes. This offer expires upon the release of Madden 22 of FIFA 22. Oké. Okay. Nou, in dat geval we kopen gewoon die PlayStation 4 editie. Ja, maar dat, dat is wat ik zeg. De meeste mensen kijken niet verder dan naar is. en ja. daarom, uh, daarom staat het gewoon zo in de store. Ik wilde dit graag delen omdat ik nieuwsgierig ben of dit echt zo raar is. Of uh, als ik het ervaar dat ik... Dat het, of dat het verleden. Sorry. Ik wilde dit graag delen omdat ik nieuwsgierig ben of dit echt zo raar is. Als ik het ervaar. Of dat dit wellicht wel vaker voorkomt. Ja, het, het is su gewoon super onduidelijk. Maar je moet heel even op game version dus klikken. Zoals ik, uh, zoals ik zei. En dan, uh, dan ja. heb je hem al. Ja. Shit, dus ja. Man. Jezus. Ja, ja toch. Dank voor jullie altijd goede content. Greets. En greets... Een trouwe premiumbaas. Jee. Dinosaur. Dinosaur. Heb ik weer een brief van, uh, van Kevin? Kevin? Ja, weer een brief van Kevin. Nogmaals, keep up the good work. Ja. Staat er ook bij. Ik denk niet dat dat uh, per se nodig is, maar. Beste GameKings, ten eerste wil ik jullie een compliment geven voor de topcontent. Het is mijn verjaardag vandaag en ik wilde heel even zeggen: keep up the good work. Ten tweede, mijn vraag voor brieven maandag. Ik zal het proberen kort te houden. Ik heb onlangs een nieuw huis gekocht en ik hou nogal van een nette afwerking. Kabels in het zicht gaan er bij mij gewoon niet in. Met dat in gedachten ga ik alle kabels in de muur verwerken. Ik ben een van de gelukkigen met de PlayStation 5. De HDMI 2.1 kabel die hierbij zit is helaas maar anderhalve meter. Wat ik graag zou willen weten, is er een lengte waarbij de kwaliteit van het signaal achteruit gaat? Ik speel veel FPS games, bijvoorbeeld COD op 120 FPS. De latency is natuurlijk de key. Vanaf welke lengte zal ik dat gaan merken? Is dit bij drie tot vijf meter al een probleem? Nee, tot vijf meter zit je eigenlijk vrijwel. Goed. Sowieso dus... safe. Volgens mij is bij HDMI 2.1 het signaalverlies ook minder. Dat zou kunnen, dat weet ik niet eens. Maar uh, tot en met vijf meter hoef je echt geen zorgen te maken. En langer in principe ook niet. Maar dan moet je er echt met versterkers gaan werken. Maar dan kan er wel iets van latency op, uh, op gaan treden. Ja. ja, ik heb er eentje van, van tien meter rond mijn hele kamer lopen. En ik moet zeggen, ik vind het nog meevallen. Ik heb niet het gevoel dat het alsof er echt latency is. Met hoeveel? Met 10 meter. Nee, ik heb ook wel eens 10 meter gehad. Maar, Waarom? Uh, maar dat verschilt echt. Ja, je, misschien bij games waar je echt 120 frames per seconde speelt. Uh, sowieso als je een game 120 frames of 4K wil spelen, dan heb je sowieso een HDMI 2.1 nodig. En omission, dat, dat is niet waar. Een HDMI signaal is niet wel of niet. Uh, er bestaat geen zwak HDMI signaal. Uh, als, als de kabel te lang is, dan kunnen daar echt heel veel uh, problemen mee optreden. Ja. Vandaar ook dat je vaak camera's aansluit via HDMI liever niet doet, maar dan wel via SDI, want dan is het signaal ja. veel sterker. Trust us, we hebben het echt vaak genoeg op uh, grote uh, evenementen meegemaakt, zoals bijvoorbeeld een First Look. Daar weten we uit ervaring dat grote kab of lange kabels echt uh, problemen kunnen gaan, uh, ja. gaan opleveren. Ik zou echt zeggen, max 10, maar als je het 7 wil spelen, 5 is nog te doen. Ja. Bij 10 durf kan niemand zeggen of het echt gaat werken of niet. En vaag setje zegt bij de nieuwe HDMI 2.1 kabels krijgt iedereen corona. stond op Facebook. Oké, okay. nou, dan zou ik er sowieso niet aan beginnen. Nee. Of misschien wel. Het moet gewoon groepsresistentie opbouwen, man. Maar dan heb je echt kabels van 20 meter nodig. Ja, oké. Okay. En die moet je om je heen wikkelen. Ja. ja. En dan komt er ook, vijf... komt er ook een 5 g signaal erin. Waarschijnlijk wel. Als je hem hoog genoeg houdt, wel. Dan krijg je van die, van die zoutpakken krijg je van die enorme ballen. Ja. ja. Oké, okay, Kevin, dankjewel. ...voor de tweede keer. Op je verjaardag, nota Ja, kijk. Fieldhouse is kabelengineer... ...en hij approves. Ja? Ja. Nou, mooi. Vet, kabelengineers. Volgende brief is van Kevin. Nee, van <laughs> Lars. <laughs> Beste Game Kings. Sinds de PlayStation 3 heb ik de gameboat... ...gemist. Kinderen en een drukke baan behielden mij... ...ervan een PlayStation 4 te kopen... Nu er weer meer ruimte in mijn leven komt, heb ik ruimte voor een PlayStation 5. Komt dat doordat je kinderen wat volwassener worden? Of komt... en nee, omdat de PlayStation 5 gewoon zoveel groter is dan de PlayStation 4. Daar moet zijn ruimte voor komen in zijn oh, leven. Oh, op die manier. Misschien heeft hij zijn kinderen al verkocht voor een PlayStation 5. <laughs> dat zou 5. Ook kunnen. Dat zou ook kunnen. Nu is mijn vraag: Ik heb de luxe om alle games te gaan beleven die ik in de tussentijd gemist heb. Welke top 10? Welke Jezus. top 10 raden jullie mij aan? Wat zijn de beste releases geweest in jullie opinie? Wel, wel, de meeste lijsten die ik zie zijn gebaseerd op verkoopcijfers. Niet zozeer op hoe gaaf of baanbrekend een game was. Met vriendelijke groet Lars. Oké, okay, maar zal ik er gewoon vijf doen en dat jij er vijf bij mag doen? Ja, maar jij gaat vijf doen die ik ook wil noemen. Nou nee, maar dan moet je er gewoon zeggen: en, Final, Fanta en, okay, en, oh. Final Fantasy VII Remake, God of War. Ja, Death Stranding, Red Dead Redemption 2. Ja. Nu begin ik toch wel gelijk te twijfelen. Want ik, Horizon Zero Dawn hoor ik veel goede verhalen over. Maar heb ik niet zelf gespeeld. Maar dan de laatste was part 2. Op basis van de eerste 6 uur die ik nu heb gespeeld. Fantastisch. En de les was part 1. Dat de... Toch bezig met? Ja, hij had, had geen Playstation nee, hij 3. Nee, heeft geen Playstation 4 okay. gehad. Um, nou, Playstation 3 heeft hij gehad. Dus misschien heeft hij hem daar gespeeld. Um, maar het hoeft niet per se een exclusive te zijn natuurlijk. Want jij hebt bijvoorbeeld ook Red Dead 2. Dus jij zit op op 3 ook? Het uh -huh. zitten allebei op drie nu toch? Ja, we vijf je games in op. totaal. Nou, ja, die, die, ik tel voor het allebei. Nee, het zit op vijf. Nee, oké. Okay. Ik zit even te denken welke nog meer. Witcher 3. The Witcher 3, zeker weten. Mm -hmm. um, Ghost of Tsushima. Ja. Yeah? Ja, vond ik wel. Dude, heb je het einde gehaald? Nee, ik heb de hele game Oeh, niet. Oeh, ja, oké. Okay. Dan, dan durf ik dat wel te zeggen. Bloodborne. Heb ik nooit gespeeld, dus ja, jij zei Bloodborne. Durf je die KS3 aan te raden, aan 8? iemand die al zeg maar bijna tien jaar niet gegamed heeft? Ja joh. Ja? Ja, ja. fuck it. Demon's Souls? Ja. B Battlefield 4. Nee, kom op. Ja? Nee, nou niet meer. Battlefield is een hele vette game, maar nu niet meer. Oké. Okay. Nog eentje. Sekiro. Ja? Niet Spiderman? Sp Kang ja Dan heeft hij echt hij, een breed portfolio. Wel, heeft hij heeft al Bloodborne en Sekiro en, 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 en Demon's Souls. Uncharted. Uncharted. Uncharted die hij gemist heeft. Ja. Of uh, de hele uh, collection. Nio. De hele collection of... Uh, maar het is, is ook de vraag wat voor gamer die is, hè? Ja, dat weten we niet. Dus X, we, dus ik kan heel leuk zeggen van... Oké, okay, alle Dark Souls, Demon's Souls, Sekiro en... Uh, maar daarom, daarom heb ik een breed portfolio. Daarom zeg ik ook niet de Spider-Man of zo. Want anders heb je drie dezelfde games. Met Demon's, Souls, Bloodborne en, en, uh, en Sekiro. Jedi vallen Jedi. Jedi in Order. Nee. Jedi vallen in Nee. Nee. Ja, het is een goede game. Dat uh, is een goede game. Maar het is niet, uh, is niet mindblowing. Die, die mag niet in dit rijtje staan. God of War was de eerste die ik noemde gebruiken. Ja, X. Nee, God of War was zeker niet vergeten. Inderdaad. Nee. Dan, nou, dan hebben we nu toch een mooi lijstje voor hem. Er zijn vast wel meer, inderdaad. Er zijn vast wel meer. GTA. Ja, eigenlijk moet je sowieso een GTA 5 spelen, toch? Hij heeft, maar heeft, het, heeft wel een Playstation 3 game, Dus misschien heeft hij de laatste keer 1 die, al gespeeld. En ja. GTA 5 heeft hij dan ook al gespeeld. Dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Met hmm. ja. Metal Gear Solid 5 kan ik niet aanraden, jongens. Op het einde is hij echt gewoon afgeraffeld. En uh, waardoor die hele game voor mij is gebroken. Helaas. Mm -hmm. ja. ja. Kijk... Als hij GTA 5 gemist heeft en Les of Us gemist, heeft, dan zou ik die nog wel even inhalen. Want die hebben ook gewoon een normale goede update gehad. Dus. Zeker weten. En de spelen. Uh, sterker nog, voor de PlayStation 5 moet hij gewoon heel even wachten. Want daar komt dus nog. Een genoeg, GTA 5 Genoeg aan. aan. Ja, maar daar komt nog GTA 5 aan. Ja, en Weer al die andere games die dit jaar nog komen. Dus, uh, ja, wat een mooi lijstje, man. Ja, toch? Ja. Ik denk dat het een heel mooi lijstje. Ja, ik wil, ik wil zeggen, Jacco like a dragon ook, natuurlijk. Maar dat is wel. die komt pas in maart. Toch? Vrij, vrij niche. En die komt in, voor de PlayStation pas uh, inderdaad over ja. een paar maanden. Dus, het uh, rare release schedule heeft: like a dragon, man. Want, <laughs> die is volgens mij in een jaar met verschillende momenten. Joh, hij is al anderhalf jaar uit in Japan. Ja, het is fucking weird. Fuck, Echt yeah. heel erg weird. Maar oké. Okay. Uh, tomorrow. 888 heb natuurlijk ook weer een briefje geschreven. Yo Gamekings, binnenkort kan ik aan de slag met Hitman 3 voor de Playstation 5. Ik ben erg benieuwd, maar ik heb alleen Hitman 2 gespeeld voor de PC. Het genre vind ik erg tof, hoe je op zoveel verschillende manieren je targets kan uitschakelen. Nu weet ik zelf niet of je alle delen gespeeld moet hebben om het verhaal te kunnen snappen. Wat adviseren jullie? Ga eerst met Hitman 2 beginnen en daarna pas Hitman 3? Zodat je toch een klein beetje van de backstory mee krijgt? Volgens mij maak ik geen reet uit, maar dat kan jij Ik kan je vertellen, Tomorrow. aan vriend. Um, dat je in principe prima uit de voeten kan als je alleen Hitman 3 het verhaal speelt. Je zou zelfs kunnen zeggen, ik ga alle missies door elkaar spelen. Krijg je gewoon even de waarschuwing van, hey, misschien snap je het verhaal dan niet helemaal. Als je echt alles wil begrijpen, dan begin gewoon lekker bij één. Dan ga je twee doen en dan drie. Uh, er zijn volgens mij maar, genoeg, genoeg manieren om even een totaalpakketje... Zeg, zeg ik dat gechargeerd? Het verhaal is toch gewoon: je bent een kale knakker die huurmoorden doet. En dat ja, moet je zo, zo sick mogelijk doen. Dat is de basis, maar er, er zit wel meer achter. Met, met jou, yeah. een soort van uh, die, die chick die jou aanstuurt. En dan je beste Mattie die uh, dood gaat terugkeren, dood gaat terugkeren. het wel echt vlug. Dat je een backstory gaat bedenken oh. bij, 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 bij de, bij de pizza-bezorgdheden. Ja, er porno. is wel een soort van één mastermind waar je achteraan zit, eigenlijk de hele tijd. En daar, daar heb je wel sluiting uh, bij, zeg maar aan het einde van het verhaal. Dus dat is, tenminste hoe ik altijd hitman heb gespeeld, maakt me echt hey geen enkele flikker uit. Je wordt gewoon in een scenario uh, gegooid en Tuurlijk. doe het. Uh. Maar dat, is, dat zijn de losse missies. Ja, ja snap je. ik. Ik zeg er, alleen er zit wel de lijn er tussen. Ja, het, het is pritstift. Het is niet, het is ja, niet secondeleim. Ik, ik ja. ja, zeker. Dus maakt niet uit. Je kan gewoon uh, beginnen waar jij wilt. Uh, tomorrow. Je kan gewoon beginnen waar je wil Het ja, is gewoon een hele fijne game. Het is echt oh. gewoon een hele fijne game. Ik ga binnenkort weer streamen. Het is een super relaxed game ook. Gewoon heel chill en een beetje undercover lopen. Tussen alle, tussen alle mensen door en dan bepaalde dingen onthouden. Waar ja. Ik, bij ik, ik heb maken. nu ook. Ik was, ik was laatst aan het streamen en ik moet, ik moet nog steeds zo'n bed uh, zo bestellen. Zo'n zo kale <laughs> badmunt zeg maar. Dat is heel vet. Um, maar ik, ik, ik had ook, ik ging ik ga hem op uh, extra moeilijk spelen en bepaalde challenges doen. Nou, bij de eerste missie was dat gelukkig, bij de tweede was ik helemaal bij het einde en toen werd ik gesnapt. Nou, dan, dan is het gewoon klaar. Kan je dat niet? Want je, 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 je kan maar één keer zeven in die hele missie. In plaats van dat je gewoon, oh oké, okay, werkt dit of niet? Oké, okay, ik sla hem even op, ik gooi die banaan, lukt niet, oké, okay, reload. Voor, voor, mij, uh, voor mij zijn die Hitman uh, uh, games, uh, zijn gewoon puzzels. Ja, dat ja, zijn het ook, ja. Ja, en die, die kan je op meerdere manieren oplossen. En de, de meest de meeste elaborate, waarbij je echt nul keer gezien of gevangen wordt, dat, dat is de ultieme beloning. Ja, dat is vet. En ook als je jezelf challenges oplegt: van ik ga in mijn eigen outfit het hele missie door. Weet je, niet dat je verkleed gaat als iemand anders en zo. Ja. Dat, dat maakt het vet, ja, zeker. Um, nou, tomorrow. Ik hoop dat je gewoon lekker aan de slag gaat met Hitman 3. En als het even kan, ook gewoon zorg dat 2 en 1 daardoor speelbaar zijn binnen jouw Hitman 3. Zodat het hele pakket Kijk, 22. Uh, hij zit ook gewoon in de chat. Dus, uh, ik dring niet tijdens het game, zegt hij. Oh, jongen, die, die tomorrow's aan. Nou, gaat de wereld is. voor een open. Uh, nee, maar die, die geniet ook wel eens van een biertje. Hoor. Ja? Ja, zeker. Morgen. Weet ik niet. <laughs> nou, hij heeft er al 888 op. <laughs> De volgende is van. Even kijken. Daan. Daan Hooiveld. Welkom Daan. Goedemiddag. En die zegt: beste Gamekings. De afgelopen week verscheen het nieuws dat Warner Brothers Games zich volledig gaat inzetten op het uitbrengen van live service games. Daar hebben we het inderdaad ook over gehad tijdens het einde van de live, volgens mij. Ja. Iets wat mij toch wel zorgen baart. Helemaal omdat een van hun onlangs aangekondigde games hoop, hoog op mijn verlanglijstje staat. Net als vele anderen kijk ik rijkhalsend uit naar Hogwarts Legacy. In eerste instantie was ik er dan ook um, redelijk content mee... dat Avalanche Studios twee weken geleden bekend maakte... dat de game zou worden uitgesteld naar 2022. Want ik heb liever een gepolijste game dan een gevalletje Cyberpunk 2077. Eens. Toen vorige week echter het nieuws kwam... dat Warner Brothers zich volledig wil gaan focussen op live service... moest ik toch wel even slikken. Ik ben dan ook benieuwd hoe jullie denken over het volgende. Is Hogwarts Legacy... Dat is de eerste vraag... Uitgesteld om de game uh, om te bouwen tot een live service game. Nee. Ik denk dat die al zo ingestoken ja. was. Ja, er is niks veranderd. Alleen uh, COVID is er tussendoor gekomen. Ja. En nu hebben ze maar gewoon eieren voor hun geld gekozen door het uit te stellen. Uh -huh. uh, zo nou ja, zie in... twee. eigenlijk nee. Maar we gaan het alsnog even twee behandelen. Hoe kan Avalanche ervoor zorgen dat Hogwarts Legacy niet te lijden heeft onder deze beslissing van de uitgever? Nou ja, je zou het kunnen omvormen naar hoe kan Avalanche ervoor zorgen dat uh, Hogwarts Legacy niet te lijden heeft onder het feit dat het een live service game wordt. Ja, het, 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 het ding is met live service games, ze kunnen echt heel vet zijn. Uh, er zijn een paar die ik echt regelmatig... Destiny. Uh, huh? Destiny. Destiny, Final Fantasy 14, noem het allemaal maar op. Het zijn games die ik echt met de passie speel en heel veel uren in stop. Alleen je merkt als je dat soort games speelt. Je hebt geen tijd voor andere games. Nee. Dus als er steeds meer live service games gaan komen en bijvoorbeeld Hogwarts Legacy ziet er echt fucking vet uit. Ik weet het nu al. Ik ga het niet spelen, want er komt geen eind aan. Nee. Want je wordt gewoon de hele tijd een wortel voorgehouden. Ja. Net zoals dat in Destiny ook zo is. Net zoals dat in Final Fantasy is. En dit is leuk, maar je kan niet te veel van dat soort games spelen, want het slokt je fucking tijd op mm -hmm. en het voelt altijd alsof je niet verzadigd bent omdat de, omdat je niet naar een einde toe werkt ja nou, en en als je vaak kijkt naar het verhaal of de content dus zijn, is het toch vaak karig omdat ze willen vasthouden totdat je de volgende content erop krijgt ja dus het wordt heel erg uitgesmeerd vaak nou, maar het eindigt altijd met de cliffhanger zodat je meer wilt ja het eindigt nooit geen enkele content package eindigt ooit dat je denkt van wow oké okay. Dit was een vette ervaring. Dit heeft voor mij afgesloten. Ik ga nu wat anders doen. Mm -hmm. Nee, het is dus altijd de volgende. Ja. En weer de volgende. En ja, weer de volgende. Kijk, je, je kan het natuurlijk goed doen door gewoon echt een volwaardige game neer te zetten en binnen redelijk vlugge tijd dan eigenlijk met een deel 2 te komen dat het geen deel 2 heet, maar dan gewoon een, een uitbreiding voor die live service game. Um, dat zou voor Destiny bijvoorbeeld gelden als je alleen kijkt naar Forsaken, uh, Taken King, dat soort dingen. Als die gewoon steeds om anderhalf jaar of zo uitkomen. Toch, ik weet niet man, live service games is echt een lastig ding. En om dat te nelen moet je echt meer, meer willen neerzetten dan dat je eigenlijk van plan was met de game. Heel eerlijk, de reden waarom ze het willen is omdat het gewoon. In, er plaats zit een van, model achter. Ja, in plaats van één hele grote investering te doen op het begin. En daar uh, zo hard mogelijk op kapitali kapitaliseren bij launch. En dan weer door naar de volgende. Is het gewoon veel interessanter om één keer heel hevig te investeren. En daarna de hele tijd maar blijven cashen op het eerder ja. ge uh, geleverde werk. Ja. Uh, ik snap het, maar ja. Ik denk ja. niet dat het een positieve ontwikkeling is. Ja, ja probeer mensen maar eens gewoon vast te houden en niet... Kijk, een Nick Martinez die zegt dat Destiny doet het goed op hun manier, vind ik. Dat is ook wel zo. maar Destiny dan, doet ook heel veel fouten op hun Dan manier. vraag ik aan jou, hoe lang na een, de release van een, een DLC speel jij het? En hoe lang laat je het weer liggen tot het de volgende is? Nou, ja, maar maar waarom het blijf je de volgende twee. spelen? Je wil weten hoe het verhaal gaat eindigen. Ja, ja <laughs> maar, daarom. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Nee. Dat is het hele ding. Dus het is, het, is een, het, is een lastig, het is een lastig genre. Als je het zo zou moeten noemen. Ik bedoel, kijk kijk naar de Division 2. Of Division 1 überhaupt. Ja. ja maar. Kijk, het, het is leuk voor drie weken. En dan leg je het weg en dan kom die, je weer terug. die games zoals in de Division 2 kan me echt mijn reed roesten. Want weet je, ondanks dat de gameplay echt fucking vet is van de Division. Juist bij een live service game. moet juist het verhaal zo captivating zijn. Dat je daar elke keer maar terug wil blijven komen. En als je iets. Echt 13 in de dozijn is, is bij heel veel Tom Clancy games tegenwoordig. Mm, is het gewoon een paar verhaal. Ja. In, in de losse missies, in de losse. Don't give a shit. Ja. Don't fucking give a shit. Ja, ja, ja. Nee, het is. Uh, ik, ik hoop dat het de goede kant op valt, maar de kans is groot dat. Ik, kijk, ik ga niet zeggen dat dit meteen een, een Avengers-gevalletje uh, wordt. Nah, dat dus is het ene uiterste. Daar hebben ze letterlijk niet over nagedacht. Nee. Wat laai. Ze hadden gewoon een vette action-game gemaakt, singleplayer action-game. Wat, wat oké okay was, het was niet geweldig, het was oké. Okay. En toen was er nog zoiets van: ja, maar we moeten wel zorgen dat mensen dit blijven spelen. En de naam Avengers is, is qua popcultuur zo sterk genoeg. Ja. Daar blijven mensen wel terugkomen. Daar hoeft het niet eens goed voor te zijn. Nou, we hebben ja. gezien dat dat ja. toch anders is. Nou, een ding is echt. ook uh, ook vind ik het lastig om later in te stappen in dit soort games. Maar ik zat juist te denken. Is het niet beter om later in te stappen? Oké, okay, er komt heel veel op je af, maar de content die je dan ervaart, dat voelt meteen als een volwaardig verhaal, oké, okay, tot het punt waar je op dat moment bent. Maar dan heb je wel dusdanig veel in te halen als het niet gevalt wordt of weggestopt of uh, verminderd. Ja, voor, voor mij is het bij, bij, bij uh, Destiny, er is, is zoveel gaande. Mm -hmm. En, en je, je kan daar letterlijk, en dat zie je ook bij kanalen zoals dus, My Name is Bive. je kan daar letterlijk uren per week gewoon al in verliezen in de lore, de deep lore alle subplots uh, die gaande zijn, dan ja. heb je nog het hele grote overkoepelende verhaal waar we op dat punt staan, nee er is zoveel en er zijn zoveel interessante characters en bosses en ja. mini -bosses. nee er zit zo verschrikkelijk veel in je kan daar je hele leven in verliezen, mocht je dat willen. Ja. En hetzelfde zie je bij World of Warcraft en mm -hmm. Final Fantasy XIV. Ja, ik, met Final Fantasy XIV, weet je. Zolang er goede verhalen worden neergezet in DLC's... wat gewoon mooi te ervaren is aan een stuk door... Ja. in plaats van dat je ergens aan het einde binnenvalt... en dan maar moet zoeken hoe je de content van het begin gaat spelen... dan is het, dan is het fucking gruwelijk. Ja, maar die staan wel op zichzelf inderdaad. Ja. Maar die, daar eindigt ook elke DLC weer met een inleiding naar in een nieuwe. Ja, ja. precies. Dus ja, het is, uh, het is interessant en ik hoop dat het inderdaad de goede kant valt wat betreft de live service games. Had je trouwens ook gehoord dat, uh, dat uh, Warner Bros. Uh, eindelijk bezig was met het patent voor de Nemesis System? De Nemesis System uit uh, Shadow of War, Shadow of Mordor, dat niet ja, elke, elke ork kan uitgroeien tot een generaal. Een beetje, oh uh, ja, ja, ja. Ik, vind, ik zweer het, ik blijf het zeggen, ik vind dat die game ken ik. Een van de meest next generige game mechanics van de laatste tien jaar. Maar het is ook weer een game die best wel vet was. En dan gewoon toch weer enigszins uh, geruïneerd wil ik niet zeggen. Maar het is maar een gebouwd om één systeem heen. Omdat de rest valt gewoon tegen. Omdat er ook van die microtransactions... Dat bedoel ik. Ja. Waar, waarbij, dat is een game waarvan je ziet dat hij gewoon echt fucking bruut was. Maar waarbij gameplay design is aangetast... Door microtransactions. En ja. dat, dat is gewoon kut. Ja. Dat, dat is gewoon echt kut. En dan, dan, begint, ja, dan broeit er iets in mij waardoor ik een weerstand tegen krijg. En dan ga ik het gewoon niet meer spelen. Gewoon Als het zo in je face is. van hoe, hoe, hoe ze je je paar eurocentjes uit je zak willen kloppen. ja, ja dan ben ik er klaar mee. Ja. Volgens mij was dat de, de laatste. Terwijl die heel vet was. Dat vind ik echt jammer. Daan je dankjewel. Ja, dankjewel, Daan Hooiveld. Was ze zijn vind... er wel mee gestopt. Niet snel mee gestopt. Dat heeft echt lang geduurd. Volgens mij was dat minimaal een half jaar of een jaar zelfs. Ja. Maar ze zijn er wel mee gestopt inderdaad. Ja, dat klopt. Maar, maar dat idee van de Nemesis system. Kijk, de ene vindt het een gimmick, de ander vindt het geweldig. Gewoon, het maar maakt het je de wereld dat, levend. Het feit dat elke NPC ook... Kijk, kijk bijvoorbeeld naar, uh, naar Watchdogs. Ja. Elke NPC kan in je team zitten, maar het voelt... Het is een blank slate. Het, voelt het is allemaal een blank heel, heel, heel met, met vijf vakjes van biografie ja. die al gewoon gerandomized ingevuld worden. Maar dat, dat je dat niet alleen bij je kan krijgen, maar dat het ook tegen je kan. Ik vind het vet, ik vind het cool. Um, weinig brieven, waarom vraagt niemand welke tv gekocht moet worden? Welke tv uh, <laughs> moet ik <je openen? lacht> Luc moet wel fucking sarcastisch zijn, omdat we de afgelopen maanden alleen maar fucking vragen over tv's uh, mm -hmm. hebben gekregen. Dus uh, ja, nee, dus dat. Hebben jullie wel eens gaming exhaustion? Oftewel dat je vermoeid wordt van gamen. Vermoeid als in dat je er Want gewoon de klaar de Algemene bent? gaming vermoeidheid. Ja, ja dat heb ik wel eens. Ja. Gewoon even denken van nu niet. Had ik dit weekend. Daarom ben ik uh, comics en boeken gelezen op een gegeven moment. Ik was er helemaal even klaar mee. Zeker. Ja, Ik heb dat ook wel eens. En dan, dan ga ik vaak gewoon uh, wat meer uh, buiten rondje lopen. Een beetje balletje trappen in mijn eentje. Dat soort dingen. Ja, dat Klinkt heel zielig. Er is alleen nu chill. echt geen reet te doen. Echt. Ja. En, en ik ben echt de grootste koukluim wat dat betreft. Dus ik ga, ik ga ook echt niet meer naar buiten. Ik vond ja. net uh, de weg hier naartoe vond ik al verschrikkelijk. Op de pond staan. Ja. Jesus fucking Christ. Omdat het zo koud is. Ja, het is ja. zo koud. Eén, je vaart op het ei. Twee, alle deuren staan open. Want door corona. Uh, ...mogen mensen niet op de knop drukken om de deur open te maken. Dus het tocht als een malle in Plus, de fucking Plus elke ding. ruimte moet goed uh, geventileerd, geventileerd worden. Ja. ja, oh, wat was het koud, man. Jezus. <laughs> ik weet niet, ik vind het wel lekker, man. Gewoon een koud gezicht, dan kom je hier binnen... ...krijg je een rode wang en roze en shit. En nee, nee, ik, ik word echt... Neem je een biertje om elf uur Ik op, word echt diep nee. ongelukkig van, man. Ja. Ik, ik zit gewoon te denken om een slaapzak mee te nemen op, uh, op de pont. <lacht> <lacht> zag je, zag je die, die, die dingen die ze bij op de op de bank hadden? Ja. Een soort van slaapzak ja, ja, ja. zoiets. moet ik gewoon hebben. Op je hebt de ook plom. lekkere stoeltjes, man. <laughs> ja, zeker weten. Ja, maar ik vind het lekker. Gewoon een, een mutsje op, zaaltje om en dan gewoon even die koude lucht in je bek laten komen. Ja. Niet iets anders. Alleen de koude lucht in je bek laten komen. Koos is dus dat een iPad? En welke raad je aan als laptop vervangen? Dit is inderdaad een iPad. Dit is een iPad Pro. Jezus, het duur. Maar ja, nee, het is niet duur, want hij is goedkoper dan een laptop. En, uh, en de performance hij is echt veel beter. Hij ja, zweet. en hij zweeft. Ja, nee, het is een heel sexy ding uh, tegenwoordig. Zit, uh, ik heb ook een trackpad op. Voor mij is dit mijn laptop vervangen. Ik, uh, ik gebruik geen computer meer, je weet ook. Ik kom hier binnen en ik uh, doe USB-C'tje. En hij zit aan de monitor vast. En dat's ja. it. Misschien voordat we afsluiten, hebben we nu nog een leuke stelling om misschien volgende week dan mee te nemen. Dat vroeg ik aan jou, nerd. Ja. Maar ik vraag het bij deze aan jou, nerd. Ja, dat is misschien ook voor mensen thuis. We willen wat meer community-participatie ook. Dus misschien moeten we dat noemen de brief van de week of zo, waarbij een brief niet alleen gericht is aan de Game Kings, maar waarbij je dus ook eigenlijk een vraag hebt aan de community, dus waarbij je ook het antwoord van de community zou willen hebben. Ja. Meer engagement, meer engagement. Maar weet iemand een leuke stelling dan? Want ik heb daar ja, helemaal niet over nagedacht. Misschien vroeg ik het van tevoren aan je. Nou nu ja, gooi je het uh, gewoon in mijn gezicht. Je gooit het er zo weer terug in mijn gezicht. Ja, Live. Uh, nou ja, het, het is misschien heel algemeen. Iets in de richting van uh, of je naar PC zou over willen stappen... door het korten van PlayStation 5 en Xbox Series X. Ik denk dat er bij dat ons... Is, in de... Maar het is te vaak voorbij gekomen al, denk ja, ik. Ja, ik denk dat we in onze... Laten we, da laten we daarmee beginnen, inderdaad. Laten, laten we gewoon dat doen... Ik denk dat ik het antwoord al weet van onze community, maar ik laat me graag verrassen. Zou je je laten verleiden om een PC te halen dit jaar ten opzichte van een Xbox Series X of een PlayStation... omdat ze niet leverbaar zijn en dat ze eigenlijk nu alweer achterlopen ten opzichte van de PC? Ja, dat vind ik mooi om mee af te sluiten, Koos. Ja. Die gaan we erin gooien, die gooien we in de tekst onder het item. Dus als je nu live kijkt, weet je, check het dan even terug of gooi even gaan een antwoordje erin. En dan, uh, dan behandelen we dat gewoon meteen begin volgende week. Nou. Zullen we gewoon vaker doen? Zullen ja. we gewoon vaker doen? Hey, de, 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 de Voice of the Peoples. We, wij zaten populistisch. Wij, wij zaten vorige week te brainstormen over hoe we het toch wel iets meer Ja, nou, Maar ik vind het ook, ik vind het ook leuk. Want je, kan, je, 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 je kan het er ook even over hebben. En heel veel mensen die er niet mee eens zijn, en uh, heel veel mensen die er wel mee eens zijn dan. Ja. Dus dan uh, ja, ik weet niet man. Discussie. discussie? Discussie. Niet, niet alleen hier een discussie, maar ook met daar. En dan wijs ik nu naar het scherm waar de chat op te zien is. Dat, dat hebben jullie natuurlijk niet door. Gewoon uh, freed people man. Ja, ja. Nou ja daarom. Dus uh, we, hiermee hopen we hier, uh, brieven maanden toch weer. Oh. Na, de, na de stap ja. richting live proberen we nu toch weer nog iets meer interactiever te maken. Dus je kan ook brieven insturen. waarbij je een vraag hebt aan de community. Dat is vet. In de tekst, onder het item, later vandaag. En met vandaag bedoel ik natuurlijk maandag. Jongens, ik wens jullie een heel fijne week. Wij gaan lekker opnemen en jullie gaan lekker aan het werk. Ha, want zo werkt het leven. Ja, het is voor ons ook werk hoor. Dikke later. Natuurlijk. Later.